Dat jij mijn beelden zit te verknallen. Mijnzelf video al, ik ga uitmaken. Kom maar, ik ben het model hier. Je is zo lekker aan de buitenkant zo van. In het risicovolle stuk. Rij mij aan. Dat jij mijn beelden zit te verknallen. Omdat je dat doekje moet hebben. Ja. Nou, poging 2. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Karen en wij zijn hier hard aan het werk. Of nou ja, eigenlijk is mijn moeder hier hard aan het werk om mijn huis te schilderen. Ik heb daar zelf en de skills niet voor en geen tijd voor. Dus ik heb gelukkig iemand die dat even voor mij kan doen. Heel fijn. Niet alleen buiten wordt hard gewerkt, hier ben ik ook aan het werk. Dus ja, iedereen... is hard aan het werk vandaag. Het schilderwerk aan de achterkant is inmiddels af. Maar de deur kan nog niet dicht. Dus ik heb eventjes een stoel ervoor staan. Zodat de katten niet naar buiten kunnen. En de deur niet helemaal dicht is. Zo, eens even kijken. Kijk eens even hoe mooi. Super netjes, mooi donker. Ben ik echt heel erg blij mee. Het was zo hard nodig. Het moest eigenlijk vorig jaar al gebeuren toen ik thuis kocht. Maar toen moest alles aan de binnenkant ook helemaal gedaan. Zo, ik heb net alvast even lekker wat gegeten. Ik ga nu gauw onderweg naar mijn eerste lesklant van vandaag. En dan straks nog even lekker fully rijden. Heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe die... krijg je de deur weer. Ja. Hoe die doet. Of die veel spierpijn heeft. Of dat die eigenlijk best relaxed is. Verder moeten we even de wei mesten. Stal mesten. Dus even lekker bezig vanavond. Eerst even een lesje. Je hebt mijn hart gebroken. Er is een noodgeval. Ondertussen ben ik ook lekker aan het adverteren. En het is gewoon ja, super tof als je een advertentie plaatst en de volgende dag je eigenlijk alweer zo'n beetje vol zit met werk. Dus ja, wat wil je nog meer? Dat is gewoon, ja, daar word ik echt super excited. Echt heel tof. Dus ja, zo zijn we lekker bezig deze week. Voorlopig even geen wedstrijd, pas over 3 weken weer. We gaan nog wel trainen bij Caroline Moore. Dat is de coach van Rosalind Kanter, die 4 jaar geleden wereldkampioen geworden is. 5 jaar geleden. Wereldkampioen eventing geworden is. En dit jaar badminton gewonnen heeft. Ze komt naar Nederland om te trainen, om trainingen te geven. En daar heb ik een plekje weten te bemachtigen. Dus daar mag ik met Voelie naartoe. Ik heb daar echt veel zin in. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dus het wordt ook super leuk. Dat is over 2 weken. Daar ga ik jullie natuurlijk uiteraard ook mee naartoe nemen. Ik hoop dat het dan ook lukt om goed te laten zien welke instructie zij geeft. En hoe dat voor ons, welk effect dat voor ons heeft. Dus ja, zo staan er nog wat leuke dingetjes op de planning aankomende periode. Zaterdag gaan we even bij Maarsbergen kijken, bij de internationale cross. Gaan we toch even checken hoe het moet. Ook erg leuk. Ze hebben een hele nieuwe waterpartij aangelegd. Dus ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe dat eruit ziet. Ik hoop met de nationale wedstrijd daar zelf te mogen rijden. Dus we gaan even kijken. Helemaal leuk. Nou, hij doet op de... Kijk. Verkeerde knopje. Hij knappert. Hi. Was je nog niet zo ver voel? Nee, duidelijk niet. Even stront scheppen gaan we. Ja. Ik zei, we gaan even stront scheppen. Ja. Is die vlot? Nee, die is volgens mij. Even een beetje uitzoomen. Ik zei, even een beetje uitzoomen. Ik zie mijn eigen hoofd heel dichtbij. Dat is nooit zo sexy, niet zo charmant. Hè? Maar even erbij doen. Lekker hoor. Mijzelf video al, ik ga uitmaken.
Lekker logeren. Wij niet. Hij mag aan het werk. Met zijn dressuurzadel. Ach, ach, ach. Oh, dan moet hij zwaar aan het werk. Ik was heel blij met hem. Want? Nou, na Marklo was hij natuurlijk best wel stijf, heel lang. Vond ik. Duurde het lang voordat hij herstelde. Ja. En nu geef hem natuurlijk die olie voor zijn spieren 3 dagen. Rondom de wedstrijd. En hij was nu gewoon echt gewoon goed. Gewoon geen spierpijn, niet stijf. Hij liep eigenlijk zo weg. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ben je het daarmee eens, Vol? Ja, ja. Goed gewerkt. Achterwaarts is ook helemaal finished. Doet hij eigenlijk gewoon nu 100% goed. Oh, we moeten ons even ermee bemoeien. Oh, we gaan naar stal ook nog. Oh, ik ga eens even eraf. Oké. Zo. Maar daar was ik al heel content mee. Daar ben je wel heel blij mee. Ja, wij voeren dat natuurlijk. Het is geen goedkoop spul. Dan is het wel fijn als het werkt. Hè? Fijn als het werkt, ja. Harry? Goed hè? Ja. Goed hè? Ja. Mijn stal? Kom. Nee. Dus wat? Dus dat. Meer heb ik niet wel. Dat was het voor vandaag. Zit niet meer in. Batterij is leeg. Dus, en nu niet. Fully gaat ook op camera. Die denkt, kom maar, ik ben het model hier. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Dit weekend geen SGW voor mezelf. Ga morgen even bij Maarsberg kijken. Mijn vader is jarig. Vandaag ga ik eventjes Fully rijden. Ik heb een klantje in Soest waar ik heen moet. Dus lekker vol dagje. Eerst even een bakkie koffie. En dan gaan we van start. Die kat van mij, die is zo maf, die moet altijd... Oh, hij is nou klaar. Kijk, hij moet altijd zijn poten wassen. Maar dan niet op de normale manier. Ik weet niet of je het kan zien, maar kijk nou. Ernie, wat heb je gedaan? Nou moet ik weer dweilen. Hi. Ja. Ja. Speelgoedje. Kom. Hij is aanwezig. Misschien altijd rete vervelend op de poetsplaats. Dan wil hij stilstaan en zo. Heel de tijd heen en weer. Dan is hij, heeft hij er zin in, zeg maar. Dus we gaan eens even kijken hoe hij het doet. Kom maar, je mag wel. Kom maar. Je mag wel, kom maar. Kom maar. Maar dat is een beetje jammer. Waarom? Nou, omdat het toch een beetje, ze zien je arm wel bewegen. Ja, maar ik vind die zo nodig, weet je. Ik heb er wat moeite met onze... Zo, kijk. Onze leeftijd en onze... Maar dat geeft niet. Oh, dan moet ik het straks nog zien op die vlog. Maar we gaan even vaak hier halen. Oh ja. Oh ja. En nou heb ik het warm. Dan moet ik... Oh, denk op dat hek. Ja. Die ging echt op zo'n stukje. Ging nog goed. Ik dacht, dit wordt... Dat hek ging ook gewoon dicht. Dit wordt maar... een dikke deuk, dacht ik. Nee, want zo hard is... Ik denk dat hij stopt als hij tegen je aankomt. Ik denk niet dat hij... Ik weet het niet. Maar ik denk ook niet dat hij sterk genoeg is om door te duwen. Nou... Ik zou het er niet op wagen. Nee. Maar het ging precies. Want ik kon er precies omheen sturen. Het ging nu op zo'n stukje zo. Het laatste stukje dicht. Rare schades hoor. Ja, maar je krijgt zo'n nare kras van. Omdat hij zo langs de zijkant van je bus gaat. Weet je wel, want dan gaat hij niet verder dicht. Maar ja, je kan ook niet vooruit of terug. Dus je zal dan. Nee, het doet het hele stuk. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net even snel de paarden buiten gezet en ik ben nu onderweg naar mijn ouders. Mijn vader die is jarig. Ook even gauw een cadeautje opgehaald bij de Gamma. Het is niet van de Gamma, maar ik moest het daar even ophalen en ik heb dat gauw ingepakt. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt, dus we gaan eens even kijken wat hij het leuk vindt. We zijn in Maarsbergen. Wel een heel eind lopen. Klote end lopen hoor ik hier. P3, jippie. Nou ja. Zeker een kilometer of 2, 3.
goed voor de conditie. Al ben ik vanochtend ook al in de sportschool geweest. Maar, Ik heb wel een marathon erop zitten voordat je ooit... Ach ja. Nou, ik neem ik al op, heel charmant. Ik was heel lekker bij die. Oh, ja. We zijn in Maarsbergen, we staan hier bij. Hindernis 6. Hindernis 6 is een kasteeltje met een haagje erop. Op zich niet een super moeilijke hindernis, maar de plaats van de hindernis is lastig. Je komt van een open veld het bos in galopperen en dan staat het haagje iets schuin omhoog. Wat maakt dat. Je niet goed kan zien wat er achter de hindernis zit. Achter de hindernis zit gewoon een heuveltje. Niet super, super spannend of zo. Maar dat maakt wel voor het paard dat hij niet gelijk direct de inschatting kan maken wat erachter zit. Waardoor je als ruiter gewoon heel bedacht moet zijn dat op het moment dat je bij de hindernis komt, je paard gaat kijken. Hij zal niet weigeren, want hij komt er in principe al op aan. Het is een makkelijke hindernis. Maar toch moet je er even om denken. Onderweg naar de auto. Als ik dan zo op zo'n terrein geweest ben, heb ik altijd heel erg veel zin om zelf ook weer te gaan rijden en te gaan trainen. Vol ideeën wat we moeten doen, hoe we het gaan doen, welke springlijntjes ik wil proberen. Dus het is altijd heel erg leuk als ik dan bij zo'n cross geweest ben. Ja, dan gewoon ik zelf echt helemaal enthousiast van. Dus ja, morgen was sowieso het plan om wat te gaan springen. Dus misschien... zet ik wel iets neer wat lijkt op wat we vandaag ook gezien hebben. Ik ga nu video of we niet vast komen te zitten. Want dat als we vast komen te zitten, dat ik dat erg leuk vind. Maar ik zou een beetje naar achter rijden. Omdat je dan niet over dat eerste pad heen hoeft waar we net over heen. Okay. Ja, Ben eruit. We willen oma kwijt. Ja. Ja, die zitten ze aan de buitenkant neer. Ja. Die honden met dieren al lijntjes. Dit is altijd... Zo eng. Maar ik vond daar achteraan oma zo... Zijn ze lekker aan de buitenkant zo van... In het risicovolle stuk. Rij bij jou. Ja. We hebben even naar de waterbak gekeken. Die is heel belangrijk. Ja, die... Om te bepalen of wij hier ons seizoen gaan eindigen. Wauw. Zag je dat? Ik spring hem wel op. Dat is actie. Ik spring hem wel. Jij weet toch dat ik ga optrekken? Oh, ik dacht niet dat je zo hard zou optrekken. Nee, ik trok niet zo hard op. Allegertje. Een karabatottekus. Die leuke kerel. Nee. Dat ziet er niet. Ik moet even een beetje zo gesmeerd. Nu met licht vriendje, dat is goed. Ja. Dan weet je toch een knap uit, hè? Jij bent braaf. Sorry. Ja. Dit werkt gewoon dat je het kan opnieten in plaats van wegsleren.
Ja, een lekker ijsje eten. Lieverd. Wij gaan even lekker naar de ijstijd. Maar niet voor een ijsje. We gaan een wafel halen. Met chocola en ijs. En slagroom. Mmm. Het is wel minder dik inderdaad, want toen ik vanochtend kwam had hij echt zo'n bult erop zitten. Ja, en zijn been was dik. Ja, en die kogel was wel... Toen ik kwam was het been dik. Dat wordt voor ons helaas even niet rijden, kerel. Ja. Nee. Nee. Toch gewoon normaal. Nee. Nee. Nee, ik meen het hoor. Nee. Nee. Goed zo. Hij was al lelijk, want hij had aan de andere kant ook een handvlekje. Ja. Lekker pizza eten. Want dan krijgen we ook nog een huurtoeslag, 300 euro. Ja, lekker. Zo, ik ben weer lekker thuis na een avondje pizza bakken met mijn broertje, zijn vriendin en mijn ouders. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en ik zie jullie volgende week. Wat doen we? Liken en abonneren. Ja, hier beneden. Ja. Niet alleen kijken, liken en abonneren. Abonneren ook.